Yo, what's up? Welcome to Dubai. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lisa en ik ben nog steeds in Dubai. Het is vandaag maandag. We hebben net al heerlijk op het strand gelegen, want het zonnetje schijnt eindelijk. Het is heerlijk warm. En nu zijn Raymond en ik eventjes bij een tentje gaan zitten om te lunchen, want we hebben trek. Hey, Raymond. Het leven is zwaar. Het leven is fucking zwaar. Het leven is zwaar. De eerste dag in de volle zon zit er alweer bijna op. Het zonnetje gaat langzaam onder. Wij lopen nu op de walk. En we gaan nog een verse coconut halen. Kokosnoot gewoon, dus. Want daar hebben we zin in en we hebben niet zo goed gedronken vandaag. Dat is niet echt heel slim. Dus we willen met een kokosnoot, een coconut, toch eventjes een beetje extra vocht en voedingsstoffen en dat soort gezonde shit wat er ook allemaal in zit, tot ons nemen. Hoeveel graden is het? 23 of zo? Ja, het is iets van 23 graden, maar als je in de zon zit voelt het echt alsof het 30 graden is. Maar er hangt ook wel een windje, dus als je in de schaduw zit is het ook best wel lekker fris. Een topcombi. Zonsondergang. Kokosnootje erbij. This is life. Lekker. Thanks. Ga naar links. Ondertussen heb ik me omgekleed en hebben we lekker gegeten. Het is nu 8 uur. Echt super vroeg eigenlijk. Het is de eerste keer dat we voor 8 uur überhaupt de avond gegeten. Ik heb me net omgekleed, want ik ga samen met Remy en Mitch naar level 43. Dat is een skybar op de 43ste verdieping. En dan gaan we een lekker cocktailtje drinken. Trouwens, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een broekpakje aan van de Zara. Met de achterkant. Ik weet niet of je het kan zien. Een strikkie. Dus dat heb ik aan en ik ga zo mijn hakken aandoen. Nog een colbertje, want het waait meestal wel op een rooftop bar. En ik ken hem gewoon. Into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made. Van level 42 door naar de 360 bar om ook eventjes de Burj Al Arab by night te zien. En nog een lekker drankje te drinken. En we worden met een golfkarretje gebracht naar de 360 bar. Hoe leuk is dit? Oh, we maken meteen even een lekker bochie. Een lekker bochie, met dat een lekker bochie. Come lift your head up, the darkest light, darkest light. Echoes of it. Nou, we zitten hoor met een prachtig uitzicht in de 360 bar. We hebben nog eventjes wat cocktails besteld en we hebben nachos. Wow, wajo. Thank you. Cheers. Tijd om naar huis te gaan, maar eerst moet Reem natuurlijk nog even foto's maken van de Burj Al Arab. Hey! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het zonnetje schijnt weer volop. En we zijn nu onderweg, Reem en ik. Reem is daar. Naar de barbershop. Reem heeft een afspraak. Hij gaat zich laten knippen bij een echte, is dat? Mooie auto? Oh, er komt een mooie auto langs, jongens. Dit zien we dus de hele dag. Nee. Deze bedoelde je toch? Ja, niet die taxi, nee. Nee, duh. Ik ben benieuwd hoe je eruit gaat zien, Reem. Wat ga je laten doen? Je baard? Een beetje bijtunen. Beetje bijtunen. Het is allemaal een beetje gek, hier een beetje lang. Dus, ja, het is allemaal wel wilderig. Een beetje wilderig. Pas op, mind your step. Mind your step. Nou, daar gaat hij in de wasbak. You got
heerlijkste kapsel. Smooth kapsel. Smooth kapsel. Nu gaan we naar Zero Gravity. Het is vandaag Ladies Day. Maar dat is echt een vet tentje. Daar zijn we gisteren langs geweest. En toen dachten we, wij gaan daar morgen sowieso chillen. I had to try to break a habit. I changed my mind. Now I get it. Made me feel alive. Jongens, dit is echt live gewoon. Muziekje erbij. Goed gezelschap. Lekker eten. I've got nothing to hide. Yo, what's up? What's up, my friend? Welcome to Dubai. Ik ben toch wel bang dat ik hier ga blijven. What are you doing? What are you doing, baby? Interesseert hem vrij weinig. Bij Zero Gravity en we hebben net nog echt super lekker burritos gegeten en nu loop ik op mijn voeten, dat kan hier gewoon in Dubai, want de straten zijn echt brandschoon. Ik had last van mijn voeten en van mijn sneakers in mijn hand. Op mijn voetjes naar ons appartement, tas inpakken en dan vliegen we morgen alweer naar huis. Ik wil helemaal niet naar huis. Wil jij naar huis geven? Nee, we ook niet naar huis. Was het gewoon alweer vrijdag. Gisteravond om 8 uur 's avonds geland op Schiphol. En vandaag zijn we gewoon voor Sony's aan het opnemen. Alsof ik niet op vakantie ben geweest. Echt super gek. Ik heb alleen net echt super kut nieuws gekregen. Want Rem en ik hadden de laatste dag vet mooie beelden gemaakt met zijn iPhone 7 in het zwembad. En ze hadden daar echt zo'n vette zwaan, weet je wel, waar je zo op kan liggen. Dus ik had helemaal leuke foto's gemaakt met een mooie skyline op de achtergrond. En we hadden vet leuke filmpjes gemaakt. Want dat kan allemaal met die iPhone, omdat die waterdicht is. Oh, is iemand even herrie aan het maken. Even wachten hoor. Deze herrie maken, even voorbij laten gaan. Maar goed, er was dus een foutje in Remy's iPhone. En die heeft of waterschade of iets, maar in ieder geval die hele iPhone die deed het ineens niet meer. Toen is Remy naar de Apple Store gegaan. En die zeiden, ja, we moeten het resetten, want we kunnen er zo niks mee. Dus ik zei nog, je moet eerst al je foto's vanaf halen en op een schijf laten zetten. Nou, dat is dus niet gelukt. Oftewel, ik ben alles kwijt. Maar dan ook echt alles. Al mijn beelden zijn gewoon spoorloos verdwenen. Dus ik kon net echt wel janken. Want dat waren echt de mooiste beelden. En dat was gewoon ook echt een halve vlog bij elkaar. Dus ik moet nu eventjes kijken hoe ik dat nu ga oplossen. De leukste beelden van mijn vlog, de allerleukste beelden van mijn vakantiefoto's en de video's, gewoon allemaal gone. Maar goed, ik heb geen tijd om daar nu heel zielig of verdrietig over te doen. Want ik ben gewoon bij Shownews en ik moet de updates opnemen. En mijn teksten voor Shownews doornemen en de visagie in. Dus dat gaan we nu maar gewoon doen. Life goes on. Dit was dus mijn video voor deze week en gewoon mijn allermooiste beelden zijn gewoon weg. Ik heb er echt wel stiekem een traantje omgelaten. Klinkt heel stom. Ik bedoel, het zijn aan de andere kant, het zijn maar beelden. Er is niemand ziek, er is niemand dood. Dus wat dat betreft, waar maak je je dan druk om?
Maar ik had die beelden gezien en ik dacht nog, oh, zal ik ze alvast naar mijn telefoon sturen? Maar er was geen wifi, dus dat kon niet. Oh, en ik had zo'n spijt dat ik niet gewoon even naar een wifi-paal ben gelopen. En dat ik in ieder geval een paar foto's en video's alvast naar mijn eigen telefoon had gestuurd. Maar goed, ik hoop dat jullie alsnog mijn video leuk vonden en wel genoten hebben van de rest van de beelden. Ik heb in ieder geval echt heel erg genoten van mijn vakantie in Dubai en het was veel te kort. Want de zon heeft uiteindelijk maar 3 dagen geschenen. Anyway, ik ga mijn video afsluiten. Maar ik ga hem niet zomaar afsluiten. Want ik heb nog een hele vette giveaway van jullie. Toen ik in de finale van Miss Nederland zat, toen hebben wij een bikini shoot gedaan. De foto komt nu in beeld. En toen hadden wij bikinis aan van Annie Annie Beachwear. En ik had voor Dubai had ik een hele mooie zwarte bikini gekregen. En dat prachtige jurkje die je veel voorbij hebt zien komen. Die had ik dan over mijn bikini aan. En namens Annie Annie Beachwear mag ik dus een bikini weggeven. Ter waarde van 130 euro. Het zijn echt prachtige bikinis. Ik heb zelfs nog mijn bikini van Miss Nederland. En dat is nu al 2 jaar geleden. En die draag ik nog steeds. Het is echt super goede kwaliteit. Hele fijne bikini. Dus... jij kan er eentje winnen. Hoe kun je dat nou doen? Ik zal hem trouwens even laten zien. Ik heb hem hier. Ik had trouwens de Onyx bikini. Een zwarte, want zwart is gewoon altijd fijn. En een broekje. Ik heb een broek, mijn broekje heb ik in maat 38. En het topje had ik in maat 36. En nou had ik wel, mijn andere broekje is wel maat 36. Dus maat 36 van het vorige broekje paste ik ook. Maar de 38 zat ook super mooi. En je krijgt het dus in een heel leuk zakje. Een Annie Annie zakje. Wat moet je doen om de giveaway te winnen? Yo, hoe lastig is dat? Wat moet je doen om de giveaway te winnen? Heel simpel. Zorg dat je mij en Annie Annie Beachwear op Instagram volgt. Nou, als je ons gevolgd hebt, laat even een comment achter hier bij mijn YouTube video. Waarom je wil winnen. En laat ook even weten wat je Instagram naam is. Want dan kan ik je terugvinden op Instagram en dan kan ik je ook een berichtje sturen. En... vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal en even deze video te liken. En dan ga ik volgende week in mijn video bekendmaken wie een bikini van Annie Annie Beachwear mag uitzoeken. Oh ja, aanstaande zaterdag is de I Love Beauty in Utrecht, de Jaarbeurs Utrecht. Daar ben ik dus aanwezig, daar heb ik een meet and greet. Mijn meet and greet is van 4 tot 5. In de huiskamer area. Je hebt daar verschillende areas of verschillende, hoe zeg je area? Gewoon verschillende ruimtes. In de huiskamerruimte zijn meet and greets. Nora is er ook. Die is er volgens mij al van 1 tot 2. Maar ik ga denk ik ook wel eerder naar I Love Beauty. Dus ik ga daar sowieso rondlopen. Dus ik ben er sowieso. De mensen die gewonnen hebben, als het goed is, hebben jullie je kaarten nu allemaal thuis gestuurd gekregen. En je kan gewoon de hele dag kun je I Love Beauty op. En het zou natuurlijk wel super leuk zijn als ik jullie om 4 uur in de huiskamer zie. Dus stel je bent aanstaande zaterdag bij I Love Beauty. Kom dan zeker even van 4 tot 5 langs naar de huiskamer. Want dan kan ik jullie ontmoeten en dat vind ik gezellig. Verder nog huishoudelijke mededelingen? Nee, volgens mij niet. Nou, dan wil ik jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie gewoon weer volgende week. Mwah!